op ons YouTube-kanaal. Ik heb de hele dag in het huis in Bilzen nog opgeruimd. Sam heeft gewerkt. Gewerkt, gewinkeld. Oh, ook. Oh, dank u. Eten gemaakt. Oh, maar ik ga eten, dus ik moest eigenlijk geen eten, maar toch, dank u. En gaan trainen. Woehoe. En ik ga nu vertrekken naar Celine. Het is zaterdag. Is het zaterdag? Ja, het voelt niet als zaterdag, omdat ik zo de hele dag heb gewerkt. Gewerkt. Als in naar het containerpark gaan en zo, maar toch. Maar ja, ik ga nu naar Celine vertrekken s'avonds. En dan gaan we eten met Alessandra, een vriendin. En deze avond ga ik niet hier slapen, bij deze. Maar ga ik bij Celine slapen. Laat me in de steek. Helemaal alleen. Celine is alleen. En nu ben ik alleen. En nu is Sam alleen, maar ja, ik ga bij Celine slapen deze nacht. Sorry. Mm-hmm. Maar ik kijk er ook wel een beetje naar uit, want dat is nog eens toch girls night. Dat is kei lang geleden. Mm-hmm. Geleden, bedoel ik. Geleden. Nee, maar dat is, vroeger deden we dat echt elk weekend, hè. Yeah. Toen we op de scout zaten, ging ik één weekend bij Celine naar de scouts en het weekend, het andere weekend ging Celine bij mij. Elk weekend? Ja. Yeah. Behalve tijdens de examens, dan mocht Celine niet. En wat doet je dan zo? Praten. Film kijken. Vooral veel praten dan. Ja, een klein film kijken, dan zit je niet wel. Nee, onnozel doen. Mm-hmm. Dus. We zullen zien, ik ga het vandaag filmen wat we gaan doen, hè. Dus. Maar ik ga nu eerst vertrekken dan naar Celine. Ik ga die ophalen en dan gaan we naar het restaurant. Ze heeft het laten vallen, zal. Oh, dat is echt zo. En dat is dan de persoon die nooit drinkt, ja, maar die wel zo de zatte stoten uithaalt. Dus mensen, je hoeft niet zat te zijn om zo'n dingen te doen. Het bewijs. Wat heb je al gedaan? Ja, ik liet dat vallen. En dat tekst. Terug bij Celine en Nick thuis, maar waar kan ik me hier verstoppen? Achter het gordijn? Nee. Nee? Hoe, waarom? Ik kan gewoon hier zitten. Ja, dan vinden die mij toch kei snel. Ja, achter de zetel? Ja, ik ga wel achter de zetel dan. Of nee, hier. Oké, ik ga het doen. En Celine gaat de honden halen en ik ga mij verstoppen en kijken als de honden mij gaan vinden. Morgen vroeg, hè? Goed, tot morgen. Oké, wij zijn klaargemaakt om te gaan slapen. We zijn allebei avocados. Ik heb een pyjama van Celine, want ik had bijna vergeten. We gaan slapen, maar ik ga morgen vroeg nog verder vloggen. Dus tot morgen. Goedemorgen, iedereen. Ik ben wakker. Celine is al langer wakker. Celine was al om 7:30 op voor de hondjes en ik om 9:00. Hey. En we gaan nu naar de markt
Want we gaan eten kopen en ik wil een squishy. Ik ben een spier. Papier, zak of plastic? Kijk, ik heb een hoge. Ja. Dag. Dag. Doe het. Ik heb een squishy gekocht op de markt. Yay. En ik heb deze gekozen. Milka. Milka denkt, is het voor mij? Nee, nee. Nee. Het is niet voor handjes. Kijk. Oh. Kijk, ik ben nog altijd bij Celine. Het is, hoe laat is het? 4:30. Maar ik ga nu vertrekken, want ik ga nog naar Extrema Outdoor. En Celine gaat niet meer mee. Nee. Maar, excuses. Ja, maar Celine is ook heel vroeg moeten opstaan voor de honden. Plus, de parking is heel ver. Dus, dat is wel zo stom allemaal. Nee. Als je dan niet lang wilt gaan. Dus, ja, echt ja, mijn muziek ook wel niet. Echt totaal niet. Ik haat zo'n muziek eigenlijk. Maar ja. En dit is mijn outfit. Mijn broek is van Revolve. En mijn topje is van Paxson, denk ik. Dus, en ik ga nog een rugzakje pakken, maar daar heeft Sam bij. Dus, dag. Ciao, guys. Tot. Overmorgen. Ik ben de vlogs aan het editen. En de vlog dat ik bij Celine ben blijven slapen is niet afgerond. Maar ik ga deze in twee splitsen. Want ik ga een hele nieuwe vlog doen van Extrema Outdoor. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. Zeker. Ja, bedankt. Hè. Zeker. Thumbs up. Thumbs up. En wij zien jullie in de volgende vlog van Extrema. Wat eigenlijk al voorbij is. Maar voor jullie morgen is. Tot morgen! Joekes!